NPS-parlementariër Patricia Etnel heeft vandaag in de Nationale Assemblée aangegeven dat ze graag wil dat het broodjesproject van het ministerie van Onderwijs zo snel mogelijk van start gaat. Etnel zegt dat een aantal scholieren zonder voeding naar school gaat. We weten dat er een samenwerking is om het broodjesproject op te starten. Het was liever gisteren dan morgen begonnen, omdat we merken dat heel veel kinderen zonder brood naar school gaan. Het is een hele erge situatie. En ik wil ook de aandacht vragen van het ministerie van Sociaal voor onze peuterscholen en onze crèches, omdat je daar ook het fenomeen hebt dat onze peuters het heel moeilijk hebben. Etnel zegt dat er behoefte is aan een aparte vergadering voor de vraagstukken met betrekking tot de volksgezondheid. De NPS-topper vroeg de minister van Onderwijs ook aandacht voor de kwestie van achterstallige betalingen van overuren van enkele leerkrachten.